Jelle Terrouwelaar, vriend van de show hier, die moet vervangen worden. Eens? Ja. Het is niet zijn beste jaar, om het eufemistisch uit te drukken. Het zijn niet zijn beste jaren. Ja, misschien net wel. Misschien is hij ook gewoon echt niet beter dan dit. Ja, goed, met alle respect voor Jelle. Het is gewoon, gewoon een matige keeper. Meer dan dat is het gewoon niet. En ik bedoel, hij keept onafgebroken. Voor NAC-begrippen was het wel jarenlang een topkeeper. Zelfs bij het Nederlands elftal. Daar hebben ze zelfs mij ooit gevraagd. Dus op zich kan dat best wel. Maar nee, luister, kom op. Nee, dat kan echt niet. Jelle Terrouwelaar is een geweldige persoonlijkheid. Een jongen die echt een NAC-hart heeft. En die ook wel, zeker wel eens een goede wedstrijd keept. Maar dit jaar is hij echt een van de zwakke schakels. Zoals die centrale verdediger een zwakke schakel is. Zoals het in de aanval zwak is. En daar moet je naar kijken.